IJzerkop. En daar vandaan komt Panskanaal. Hier gaat de Nederrijn. Hier gaat de IJssel. En zoals je ziet, kan het hier is iets breder en hier wat smaller. En hier liggen mooie kribben langs de oevers. En hier ook. En hier zie je dat mooi die scherpe bocht met die smalle oevers gaan. En dit is een schaalmodel in Waterloopbos. En hier in de jaren 70 zijn onderzoeken gedaan hoe het water zich verdeelt hier en ook het sediment. En als het nou hoog water is, dan staat dit helemaal onder water. Dan zie je die dijkjes hier liggen, dat zijn dan de banddijken. En tegenwoordig is dat helemaal opengemaakt hier en ligt hier achter nog een grote, zeg maar een grote bypass lichter, waar het water zeg maar doorheen kan stromen en het de waterstand niet zo omlaag kunnen. En dan kan er meer water naar de IJssel. En een ander probleem is dat als het juist heel laag water is, dat er misschien te weinig water zeg, richting de IJssel zou stromen en meer richting de Nederrijn en de Lek. En daardoor komt eigenlijk te veel water richting het westen in plaats van naar het IJsselmeer. En daarom staan verderop staan daar de stuwen. Stuw van Driel. En Driel is eigenlijk de kraan voor Nederland voor het laag water. Dus die zorgt ervoor dat hier het water niet verder kan stromen richting Arnhem en naar het westen. Maar dat er meer water deze kant op gaat, richting het IJsselmeer. En dat is onze zoetwatervoorraad. Dat is wel een belangrijk onderwerpje. Ja, je ziet wat er gebeurt als we de rivier aan de natuur overlaten. Dan grijpt de natuur zijn kansen. Dat willen we eigenlijk ook in onze eigen rivieren, eigenlijk veel meer natuur. En ja, voor mij is het ook gewoon een kwestie van geef de kans, geef de natuur de kans. Laat het ontstaan, zoals het hier gebeurd is. Hartstikke mooi toch? Alles groen. We staan nu op de dijk bij Westervoort. En hier ligt Hondbroekse Plei. En daar ligt een groot kunstwerk en dat is zeg maar om het hoogwater, om dat open te zetten als het hoog water is, om water, extra water naar de IJssel af te voeren. En hierachter ligt de IJsselkop, dus het splitsingspunt. En de IJssel stroomt hier van links naar rechts, gaat dan richting het IJsselmeer. Als het hoog water wordt, dan kun je die platen die hierin zitten, kunnen ze eruit tillen met een kraan. En dan gaat dit open. Dus het is niet dat dit automatisch open kan. Het moet er allemaal uitgehaald worden eerst. Dit noemen we een kunstwerk. Ja, hier is de IJsselkop. En bij de IJsselkop, zoals ik al eerder zei, splitst de rivier zich naar de Nederrijn, richting Arnhem. En aan deze kant richting de IJssel. Maar onder water gebeurt ook van alles. Daar gaat al het sediment, wordt meegevoerd door de stroming. En een deel gaat richting de Nederrijn. En die wordt er bij Arnhem, slaat die als het ware neer. En daar moet veel gebaggerd worden. Een ander deel gaat hier richting de IJssel. En dat hebben we nodig omdat de bodem in de IJssel langzaam aan het uitschuren is. En het water komt dus vanuit de Rijn, zeg maar, via het Pannerskanaal, hier de Nederrijn door, richting deze plek. Ja, het is natuurlijk een mooi waterstaatswerkje hier zo.